De koers voor de euro heeft vandaag bij de Centrale Bank van Suriname de grens bereikt van 40,2 SRD. Bij de cambio stond de koers aan het begin van de middag nog op 39 SRD voor 1 euro. Reden voor DNA-leden om aan het begin van de openbare vergadering in de Nationale Assemblée hun bezorgdheid te uiten over de constante koersstijging. NDP-parlementariër Melvin Bouffa praat over een historische grens die vandaag is bereikt. Bouffa staat erop dat de regering met maatregelen komt om de koers te beteugelen. Eerder is er in DNA al gesproken over de koersontwikkeling en de impact daarvan op de samenleving. Om het rust te brengen kondigde de president op 28 maart monetaire maatregelen aan. En ik denk dat die historische grens het niet kan maken, dat de president met ieder ander zit. Wij hier allerlei vraagstukken krijgen, we gaan wel praten over toerisme, wat belangrijk. Maar we gaan eisen van u, voorzitter, dat de president, al is het morgen, hier komt. En de maatregelen treft, voorzitter, om die koers rustig te houden. Nou, waar moeten we gaan? 50? Met alle prijzen. Dus ik wil u aandacht vragen. De president is aan het werk, gaat u me misschien zeggen. Maar wij kunnen niet langer wachten. Nee. Dus laten we weten wat de orde is. Dank u wel. Dank u. VHP-parlementariër Mahinder Kumar Jogi zegt dat de ontwikkeling van de wisselkoers een zorgpunt blijft in de samenleving. De regering moet volgens de parlementariër de ruimte nemen om gesprekken te voeren met de Wereldbank en het IMF. Dat is ook in het kader van wat hier aan de orde is geweest, voorzitter. Ik vraag de collega's om daarmee rekening te houden en zeker een nationale houding en opstelling te hebben, voorzitter. Het gaat om Suriname. Dank u. DNA-voorzitter Marinus B. wees erop dat het uitschrijven van een vergadering geen aangelegenheid is van de president, maar van de voorzitter van DNA. In samenspraak met de regering en de commissie van Financiën is er voor dinsdag een vergadering uitgeschreven over de koersontwikkeling. De koers voor de dollar was vanmorgen bij de Centrale Bank van Suriname 37,04 SRD en bij de cambio 37,70 SRD.